En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op Biotown. Ik ben uw gast hier, Jordi. Het is Biotown, wat verwacht je? Dat het heel kut wordt. Tijdje geweest dat ik weer op Biotown ben. Ik ben hier samen met... Vincent! Ja, en aan de andere kant van de map zitten nog die andere debielen. Oké, okay, let's go. We gaan beginnen. Hebben we nog een introductie of zo? Hey iedereen. Ja, doe maar in 3, 2, 1. Nee. Nee, mama. Woep. Oké, dus Vincent, allereerst hout verzamelen. Dat is heel erg slim. Blijf hout. Even van de kisten af wat er allemaal in zit. Oké. Okay. Heel erg, ja. Jij gaat me helpen, hè? Ja, ik ga je helpen. Maar we gaan eerst iron verzamelen. Heel belangrijk. En we gaan dit bos in de fik zetten. Waarom? Nou, dat is een tactiek van mij. Okay. Ga jij even wat hout verzamelen? Ja, is goed. Dan loop ik even snel naar de kist. Ik weet wat we moeten hebben. We moeten die toortjes hebben. We moeten hier een crafting table van maken. Hoppatee, crafting bench. Ik weet niet hoe het met het andere team zit. Maar ik zie daar momenteel geen achievements op poppen. Dus we hebben momenteel misschien al een grote voorsprong nu. Ja. I got shit, niggas. I'm going up. Wat is onze strategie? Ik denk dat we gewoon zo snel mogelijk een ship moeten pakken. En ik weet nog van de vorige potjes, als die muren vallen, dat ergens in het midden chests zijn, toch? Ja, met diamonds of shit. Ik lek wel een beetje, weet je maar. Ja, Rick, ik geef dit aan jou. Ja, jij kan het beter. Wat heb je dan? Oh, en potions. Oké, okay, cool. Ik lek een beetje hard. Ja, ik ook. Gigantisch. Ik heb hier pistons. Ik weet waar de mijnschacht is. Daar ga ik momenteel naartoe. Vincent, als je naar links toe loopt, zeg maar, vanaf de span. Of links, dan heb je daar een soort van ingangetje. Daar kan je in. Daar is zijn wat resources. En daar kan je dus even snel wat resources pakken. We hebben een enchantment table, we hebben TNT, fire charge, redstone en splash potion. En daarachter ga ik een soort van mijn maken naar beneden. Als jij nu even al je hout, hoeveel hout heb je? Ik heb er 24. Oké, okay, kom hier naar beneden toe. Dus als je ervoor staat, linksaf. En als je linksaf bent, dan is een soort van meertje. Daar stroomt wat water naar beneden. Waar het water naar beneden toe stroomt, daar moet jij naartoe. Dat is heel erg belangrijk dat je daar naartoe gaat. Liggen we onder deze boom wonen. Jordi zal zijn mine nooit vinden. Wacht, even kijken. Waar ligt die geheime spot ook weer? Welke geheime spot? Nou, er is onder de leases nog een geheime spot. Je weet te veel. Je weet te veel. Ster. Ik weet heel veel, ja. Omdat ik dit één keer gespeeld heb met Jordi. En toen ging ik van hard dood. Wat moeten we nou met die enchantment table? Als we helemaal boeken moeten gaan maken, duurt het toch veel te lang, of niet? Nee. Je kan op een manier kan je vak van XP krijgen, volgens mij. Door potion te gebruiken of zo? Ja, maar ik bedoel, XP is geen probleem. Alleen als je die. Oh ja, die enchantment table zit toch gewoon hier neer dan? Hierop zo, hoppa. Kan er wel iets mee, dan. Ik heb hier nu een mineshaft gevonden. Met iron en coal. Dus dat begint al goed. Ik heb genoeg nu om een furnace te maken. Dus dat gaan we ook direct doen. We kunnen heel mooi met die achievement zien of we voorlopen op de ijzer. Dus dat is heel erg belangrijk. We spelen momenteel de 20 minuten versie van de walls. Ook heel erg belangrijk. Er is ook een 35 minuten versie. Maar we houden ons nu aan de 20 minuten versie. Dat houdt dus in dat we nu al 3 minuten bezig zijn. En we nog 17 minuten te gaan hebben, Vincent. Heel belangrijk. Oké, okay, dus... Ja, mij boeit het eigenlijk niks voor die pickaxes. We hebben eventjes... hoeveel heb je... Kan je naar beneden te komen? Ja, ik kom eraan. Oké, okay, ik wil dat jij een extra furnace gaat maken hier zo. En daar... doe er maar nog 2 extra. Maak 2 extra furnaces en verdeel de coal en de iron... Of verdeel daar coal daar eventjes over. Alleen de coal verdelen. Is goed. Hier. Ik heb hier alle coal naar beneden gegooid en alle iron ligt... Oh, wacht. Ik doe het eerst in de furnace. De allereerste furnace hier. Hoppatee. Ja, oké. Okay. Alles... je moet even wat extra dingen gaan maken. En... Ik zie hier wat goud, wat een beetje apart is, want... Zal ik het mijnen? Nee, we gaan het niet mijnen, goud. Waar? Golden apples? Nee. Bedrock hier. Stel gewoon voor dat wij zo snel mogelijk allebei de mijnen ingaan en lekker gaan minen. Ga naar beneden staan. Ik ga hem spullen. Wacht! Stop! Wacht! Ik doe het ook allemaal handmatig, is ook niet zo slim. Wat ga je? Wat zit je? Pak die shit. Wacht, ik ga even het wel. We moeten even snel opschieten, jongeman. Ja, wel, het is natuurlijk op tijd, hè. Ik ga wat die bomen in, ik ga even shit pakken. Ja, we hebben al hout. We hebben geen hout nodig, we hebben resources nodig. Nee, maar die bomen zitten in de chesten. Ja, ja. Wat weet deze jongen allemaal? Ik vind het een beetje verdacht. Ik ben opgeleid door Jordi. Jordi is een geheime ninja. Ik geef jullie alle spullen en dan denk ik dat ik alles gewoon. Oh, oké. Okay. You motherfucker. Oh, dus dat is de tactiek. Ik zou ook even gaan een farm maken trouwens. Oh, wacht, we hebben natuurlijk al die farm. Wie heeft... Oh ja. Beetje chaos, hè? Beetje chaos. Maken jullie de shit? Ik ben niet zo heel pro, Minecraft. We hebben ook een koe gewoon. 1 koe hebben we, blijkbaar. Ja. En een schaap. Ik zag een schaap daarnet.
Je bedoelt nee, Bart. Ik dacht meer, bedoel, met die koe en dingen doen, weet je wel. Hè? Penis? Oké, ik heb nu wat ijzer, dat is mooi. Maar ik heb nog niet de ravine gevonden. Die moeten we echt vinden als we alles willen hebben. Als we echt de iron armor en de iron sword willen hebben. Dat is echt het belangrijkste. Geen pickaxe. En als voor een iron armor setje, time to farm. Oké, okay, hij is de farm deze mijnen. Dat is goed. Volgens mij heeft Sander, dat is de gozer die dit heeft ingesteld, niet ingesteld dat er voet naar beneden gaat. Of wel, voet gaat wel naar beneden, hè? Ja, voet. Ja, ik ben al, even kijken, ik heb nog maar 5 botjes. Oké, okay, mijn voet gaat niet naar beneden, gek genoeg. Ben je op? Ja? Ja, dan kan het daar aan liggen. Dan gaan we even kijken of het daar aan ligt. Ga nou niet in me staan, je verpest mijn mine. Godver... Mag ik een pickaxe? God, doe rustig. Ja, ik heb geen pickaxe. Ik zou, ga zelf je shit... Nee, ik ben alle shit aan het regelen voor jullie en dan ga je volgens mij... Hier, we gaan nu een pickaxe voor je maken, schattenbout. Kom, we gaan een pickaxe. Ik hoef niet eens iets te zeggen of te doen. Jullie gaan samen wel goed. Hier, de pickaxe. Dus ik kon Barda doen met full diamond. Ja, ik heb een chest gevonden. Ergens. Ja, ik vond de chest had full diamond in. Ja, fuck jullie. Lekkers. Zal ik met zelf de grat meegraven of heeft het niet zo nu? Ja, weet je, misschien... Ik zat te denken, we kunnen ook gewoon een TNT trap maken voor Jordi. Ik deed de vorige keer ook, en toen werkte het net aan niet. Ik had bijna gelijk spel door Jordi op te blazen. Ja, is goed. Je doet net alsof we Jordi nooit kunnen verslaan. Nou, hij is best wel... Die jongen is best wel een nerd, weet je. Ga jij zoeken naar het water, dat is heel belangrijk nu, want ik... Goed. Ik pak even een nieuw pickaxe. Ja, maar doe het echt snel, want we hebben momenteel nog maar 15, misschien 14 minuten. Ja, is goed. En ik moet even eten dadelijk. Ja, komt goed. Ik heb nog maar 3 botjes. Ja, maar het is geen hardcore, dus je gaat niet dood. Die regent alleen geen ketting. Kut, hun hebben een ijzeren pickaxe nu al. Maar waarom maken hun een ijzeren pickaxe? Dat is niet nodig. Dus hun hebben ze juist 3 iron verspild, onthoud dat. Nice. Maar blijf zoeken daar zo, er zit er ergens iets. En ik kan het niet vinden op de moment. Ik hoor het nou niet meer. Wacht even, ik ga eens even terug. Ik denk dat ik de andere kant op moet gaan. Oké, ik heb 3 iron, we hebben hier 10 in de kist. Dat is, ja, goed, denk ik, zo. Hoop ik. Ah, fucking, we hebben echt meer iron nodig, Vincent. Ja, je weet niet of het nou onder je ligt of boven je ligt. Dat is zo stom. Ja, ik weet het, ik ken het. Oké, hier zit meer kool, dus ik ga hier... Hier zit gravel meer, volgens mij zit er... Ja, ga, hak die gravel eens weg voor de grap. Ja? Kan je iets vinden? Nee, tot nu toe... Ja, is kut dit, het is kut. Heel veel gravel meer. Wel kool. Ja, kool is goed, ja, maar we hebben echt ijzer nodig. We zitten echt op een kutplek. Ik weet niet hoe dat kan, maar normaal heb ik altijd de juiste plek. Ik ga terug naar boven toe. Oh, daar zie ik nog iron. Ik heb iron gevonden ook. Oké, ga terug naar het begin. Doe die iron in die furnace. Ik ga even snel weer naar boven toe. Want volgens mij hebben we gewoon de verkeerde... Hier hoor ik ook water. Ik hoor ook lava hier zo. Serieus? Dat zou nog beter zijn. Ik denk eigenlijk dat het onder me zit, maar ja. Oké, ik pleur echt... die eigen... Oh nee, mijn voet gaat nu trouwens wel naar beneden. Oh ja, ik heb de lava gevonden. Mijn voet gaat nu trouwens wel naar beneden. Dus mijn voet gaat in ieder geval naar beneden, dus die bug hebben we niet. Vincent, je staat de hele tijd in me! Ja, wat doe je? Ik noem ook Vincent, want jij Devin. Stop met Devin heten, stop ermee. De naam Vince geeft slecht op. We zitten erover na te denken om een PayPal te maken. Die heet doneer, zodat Yuri een andere username kan nemen, want deze is echt kut. Nee, maar die, er komt toch een change of zo, dat je binnenkort de username kan veranderen? Ik weet van niks. Gaat iedereen snel mijn naam registreren? Ja, Vrijf. Iedereen in één keer daar vindt. Ik heb hier de lava gevonden. En staat op is dat, joh. En volgens mij, ik weet dat hier ergens een verborgen lava lake zit met een kist in het midden. Maar die, daar kunnen we nu momenteel niet bij. Er zit hier ergens een kist in deze lava lake verborgen. Oh, serieus? Ja. Oh. Ik ga proberen deze kist te vinden, want volgens mij zat hier wat grappigs in. Gewoon allemaal verborgen shit. Ja, klopt. Maar wat ik dus ga doen, ik ga het helemaal invullen. Als je maar wat licht, als je eentje open hebben we nog wat licht hier beneden. Ja, dat kan ik eigenlijk beter niet doen, want dan moet je dus ergens zo'n lava ding zitten, volgens mij. Oh man. Ik vind wel dat Chinezen ervoor uit moeten komen dat ze zelf drinken. Ook graag Chinezen. Ja joh, we gaan het opnemen, pak even wat drinken. En maar Rick, ik heb een cave gevonden, man. Echt waar? Echt waar? Ja, echt waar. Is je wel? Eind. Nou, ik wil wel die cave met jou overkennen dan, Yuri. Ja, oké, okay. Kom jij die cave, hè? Ik ga eens even hout hakken, want dan kunnen we onze furnace poweren. Of heb je al kool gevonden? Ik heb kool gevonden, ja. Ja, waarom geef je dat dan niet aan me? Omdat jij aan de andere kant bent, lieve. Kom omhoog! Ja, dat.
Want het is hier... Ja, nog meer iron. Zo, lekker veel iron hier. Ja, pleur er nog maar meer in. Dat is echt nodig, Vincent. Geloof me. Oké, volgens mij heb ik de kist gevonden, maar ik heb zo het gevoel dat die hier zit, want hier is namelijk het diepst. Ik weet niet of het ook echt zo is, dat het zeg maar mijn verbeelding is of dat die ergens anders zit. Ik weet in ieder geval dat zeg maar bij andere, ik had ooit eens een keer een walls playthrough gezien. En daar had iemand hier zo, op deze plek, ergens bij de lava, ging die helemaal naar beneden toe mijnen. En toen had hij een kist gevonden ooit. En het zou heel goed kunnen zijn dat het hier is, maar ik kan ook heel goed een vergissing maken. En dat zou heel erg irritant zijn. Ik maak even een chest, dan trok ik al die iron hier. Ja. Heb je nog meer iron of niet? We hebben er nu 13 totaal. Ik had 5-6 blokken gevonden, geloof ik. Die is nu aan het... Ja, volgens mij had ik het verkeerd. Er zit hier geen... fucking hell, stom dit. Ik dacht serieus dat er ergens een kist zat verborgen in de lava. Nog meer iron, kijk. Oké, jij gaat in ieder geval de goede kant op. Hoeveel heb je er nu? Even kijken hoor. Ik heb er net 6 blokken gedropt. En nu heb ik er weer 4. Time to strike, oké. Heb je al die iron eruit gehaald toen? Ik heb ze nu allemaal in de kist gedaan. Oh, je hebt in de kist. Oké, maakt niet uit. Ga maar door. Zou ik beginnen met een pickaxe maken voor Yuri, want die doet nog wat. Ja, maar die achievements geven wel aan wat we aan het doen zijn. Dat vind ik niet tof. Ja, dat is wel spieken, hè? Beetje spieken. Hé, ik zie een houten ingang. Wat is dit? Dat is een vagina. Ah, hij zei vagina. Kijk hier, Rick. Moet je hier komen. Moet ik even naartoe, schat? Ja, kom maar. Zou ik ook je pickaxe meenemen? Want ik zou even gaan een zwaard maken dan. Oh, ik hoef niet te komen, dan ga ik alweer naar boven. Godverdomme. Ja, Yuri heeft me al die shit gegeven. Mijn hele inventory is één grote meukparty momenteel. Dat heb ik echt dat niet handig. Meuk klinkt als neuk. Hey, hier ligt een chest. Wat zit erin, mijn broer? Weet ik niet, ik moet weer een of andere fancy pot maken. Het is gewoon echt een tag. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar normaal vind ik hier altijd een ravine. En ik vind die ja, niet. Ja, ik vond hem! Hè? Nee, het is, wacht even. Het is een soort ravine. Het is een. Alsjeblieft, zeg me dat het geen AIDS is. Alsjeblieft, zeg me dat het geen AIDS is. Hier. Dit is hem, Vincent. Godzijdank, we hebben hem. High five. Oké, ja, sorry, ik ga hem direct door. Ik ga direct door. Ik ga ook naar die iron. Ik heb al. Oké, hier, Vincent, hier is het iron. Hak deze weg. Hier beneden. Ja. Oh, ik heb hier al eigen gevonden. Oké, ik hak deze al weg. Oké. We hebben hem, Vincent. We hebben hem. Yes! We hebben die voorsprong nu te pakken. Oké, hak beide iets van nog 20 iron. Volgens mij kunnen we dat makkelijk vinden, oké? 20 iron. Hoeveel heb je er nu? Even kijken. Ik heb er nu... 1. Ik heb er eentje naar beneden gedropt. Ja, dat is mijn job, oké? Ik ben wel de dimble... Ja, we gaan gewoon op Jordi afrennen. Eén zet hem in de fik, de ander slaat hem. Dat is allemaal heel goed teamwork. Shit, mijn vraag. Zie je de tactiek komen vanzelf al? Dat is niet zo moeilijk. Maar waar ben je dan? Ik zit in een of andere... Ja, waar ik zei dat het wood was, Wat we moeten doen? We moeten zo meteen gewoon 3 setjes full iron hebben. Oftewel, iedereen moet met een pickaxe. Ik heb 13 iron, jongen. Ik ben iedereen bezig. Iedereen moet minen als een gek. Productiviteit en zo. En ik lag dus als nog steeds. Bardo even naar beneden komt en ook even gaat minen als een gek. Dat zou helpen. Ja, mijn beeld is weer verkut, zeg maar. Een relogje er even. Ja, maar stel dat ik dan niet meer hier kom, maar alleen op de span. Waarom zou dat zo zijn? Ja, ik weet niet. Jordi. Oh. Jordi is homo, ik niet. Ja, geef Jordi de schuld. Oh, ik heb ook iets van een cave gevonden, jongens. Wat zeggen jullie? Moet ik het erop gokken, even reloggen? Ik zou het zeker, als je anders helemaal niks kan. Jordi left the game. Oh, oké, okay, nou, geen idee waarom. Dat is wel één persoon minder. Mooi. Ja, hij heeft AIDS internet. Oh, oké. Okay. Oh, Jordi is geld met het A-woord. Oh, I don't care. South Park scheldt met het K-woord. Is het zo? Heb je dat net nou opgevallen? South Park doet er heel normaal over kanker, zeg maar. Oh, dat is gewoon, tilbalkanker episode, heb je die niet gezien? Nee joh. Nee, echt niet? Kijk het niet zo. Dit is die, dat is echt een fameuze episode, die vind ik echt heerlijk. Oké, wacht even, hoeveel iron heb je nu? Oh, hij is er wel weer, dat scheelt. Ja, alleen niet in het gesprek. YOLO! Hey! Hey Yuri! Hey! Hoe gaat het bij jou man? Ik ben nog steeds dingen aan het minen in de hoop dat ik niet dood ga. Ik ben nog steeds gewoon op de span, dus Bart kan ook gewoon respawnen. Niet te bespannen, ik bedoel er gewoon in de game. Ik heb hier een gigantische, diepe, lekkere snee gevonden. Of jullie ook interesse hebben. Ik ga geen opmerking maken. Ik gooi shit in de furnace. Of niet in de furnace, in die andere... Ik wil de furnace die houden. Ik gooi shit. Ah, maar we moeten op een gegeven moment ook alles in de fik zetten. Dat heeft Jordi ook vorige keer gedaan. Oh ja, je moet al die bomen in de fik zetten, dan zit de chest in, ja. Klopt. Ja. Mag ik dat even doen? Sure. Nee, nog niet. Weet je het zeker? Ik denk dat we vooral gewoon iron moeten zoeken, maar als je dat wil doen, sure. Oh, ik zie hier heel veel iron. Nou, pak het. Nee, ik heb geen steen. Ja, weet je, als je al 10 minuten de wall speelt, is wel de bedoeling dat je al een pickaxe hebt, zeg maar. Ja. Ik snap het niet hoor, hoe heb ik het verliezen. Serieus? Ben ik weer gedissie?
Hoor je hem nog? Ja, ik hoor je nog. Oh nee, Welke? Jordi is aan het DDoS'en. We hebben hem door. Oh nee, Jordi. Ga voor mijn connectie. Ja, ik doe mijn best. Ja, ja. Beter je best doen, jongen. Ik heb geen zin om dit te verliezen. Het is 2 tegen 3. Het zou eigenlijk 1 tegen 3 worden. Heb je voor mij ook iron dadelijk? Ja, maar als jij dat ook mijnt, zeg maar, dan hoef ik geen iron voor jou te halen, zeg maar. Dat is het idee. Oké, tof. Ja, dat is eigenlijk wel minder tof, maar... Ik heb, even kijken, 14 blokken al. 14 blokken. Moet in principe wel genoeg zijn, maar ga maar nog één stukje door. Als je nog ergens wat iron kan vinden, moet je nog even ergens doorgaan. Dit was ook de reden waarom ik aan je vroeg, maak meerdere furnaces. Ja? Want daarom gaan we ze nu... Drop je iron. Hier voor me. Geef. Ga jij mijnen naar iron? Ik neem die iron mee, ik gooi ze in de furnace. En, zorg dat ze... Wacht, stop even. Ik weet namelijk niet waar we vandaan... Daar beneden, hè? Beneden, daar zo. Ja, dan moet je beneden toe. Oké. Don't leave me! Oh, hier zit iron. Vind het hier beneden. Oh, ik heb verder een stuk... Oh, kijk nou, ik heb meer van de ravijn gevonden. Wow. Ja, dat klopt. Er zit daar... Op een gegeven moment zit er ook... Oh my god, dat is echt huge. Met vines? Jezus. Ja, maar probeer maar niet te ver daarin te gaan. Zorg in ieder geval gewoon dat je niet doodgaat, want dat is het punt. Gewoon niet doodgaan, dat is nu... En dat ravijn geeft zeg maar alleen maar extra risico dat je doodgaat en dat moeten we gewoon niet hebben eigenlijk. Give it to me! Yes, oh, you gotta smoke the bush! En heel veel zaad, hier heb je allemaal zaad. Ja, dat is fijn. Oh, Wardo, oh god. Jezus, je hebt heel veel zaad, man. Dat geeft een rotzootje. Oké, ik heb 3 brood, die is van mij. Doei. Ik zit ondertussen aan mijn full iron te werken en dat zouden jullie misschien ook moeten doen. Ja, ik heb genoeg. Ik kan niks. Ik heb hier, die is voor jou. Ja, leg 1 brood op de grond. Pak hem. Act me like one of your friends, girls. Ik ga ondertussen het bos in de fik zetten zo meteen. Kunnen er dingen kapot die buiten staan? Nee, toch? Chester en zo gaan die kapot, of wel? Nee, joh. Nee, tuurlijk niet. Nee, joh. Ik hoop het voor je. Ik hoop het echt. Zo hard. Ik heb maar 3 voedseldingen. Godverdomme. Ja, moet je even eten fixen, man. Cacao beans. Hoe maak je koekjes ook weer? Vraag dan Rick. Hij heeft expert. Ja, dat is helemaal niet handig, koekjes. Je kan veel beter... Ga gewoon graan farmen. Of dooddingen. Ja, die dingen zijn... Ik heb mezelf in de fuck gezet! Nee! Vincent, goh! Vincent. Oh, I'm surrounded by idiots. Bardo, kom in het water. Kom in het water. Nee, ik ga naar Rick toe. Rick, I join your team. Ja, kom erin. Ga de snee in. Ik heb bijna full iron hier. De kans is heel groot ik heb full iron, bitches. Heb jij full iron? Ja. Ik namelijk ook, dat gaat goed. Ja, maar de kans is zo groot dat ik in 1 keer dood ben, zo. Ik heb serieus nog 1 eten. Waarom heeft niemand hier eten? Oh. Ik heb al flint en steel gevonden. Oké, mooi. Ik weet echt alleen niet waar we vandaan kwamen, dus dat is even het punt. Ik weet het wel. Wacht, zal ik naar je toe komen? Oh, ik heb het alweer. Laat maar. En iron heb ik gevonden. Nice. Oké, mooi. Ik gooi alles nu in de furnace. Ik verdeel het. 19 iron en 19 iron hier. We hebben genoeg iron om het eerste iron setje te maken. Ik heb en nog wat coal iron. Oké, we hebben genoeg iron, Vincent. Oké, ik heb nog 5 blokken. 6 blokken zelfs. 6 blokken iron? Ja. Oh, oké, kom terug. Kom snel terug. Ja, kom maar aan. Hoeveel hout had jij? Ik heb nog 2 hout over. 2 hout, logs? Ik heb dingen gemaakt. Hoeveel sticks heb je? Oh, niet doodgaan alsjeblieft, Prutsen. Ik kan er nog 4 maken voor je. Nee, kom maar snel terug. Kijk, ja. Kijk of ik de plek kan vinden, hier is dat. Ja, kijk. Neem tortjes wel mee. Ik heb heel weinig eten! Houttaak! Ik was bezig met resources halen. Ik heb net mijn eten aan jou gegeven, Yuri, en ik krijg 1 fucking stukje. Ja, en dat was mijn taak om het te stelen. Nou, wat een baas. Geef 1 stukje aan mij en het is verdeeld. Godverdomme. Ik had er maar 3, klootzak. Maar ja. alle andere weed, granen, shit die ik aan je gaf dan? Ja, dat... Je kan met zeg maar 3 weed maar 1 broodje maken. Oh, dat wist ik niet. Dit is een van de situaties. We hebben gewoon bone. We kunnen gewoon bone meal maken. En dan ga ik fucking wiet maken nu. Ik maak wiet. Doe dat, man. Heb Bardo nou gewoon allemaal iron gepakt en is hij weggegaan? Nee, daar Vincent heeft net pas iron gekregen. Oké, dat was mijn enige kans om iets... Nee, Vincent heeft zojuist een boom omgehakt voor de eerst. Oh ja, serieus? Dat stond er. Maar Rick, je moet even je bones gaan brengen, want ik heb geen bones meer. Maar ik heb nu wel een beetje wiet extra. Oké, ik ben momenteel flink bezig met een setje voor iron. Ik heb zelf al bijna full nu. Ik heb nu de boots en de chestplate. Ja, precies. Dat is het belangrijkste. Als we allemaal full iron hebben, even een klein beetje ons wapen kunnen enchanten. Dan gaan we helemaal de goede kant op. Ik heb 2 stone. Weet iemand trouwens hoe lang het duurt voordat de wall valt? Want er hoort een tijd bij te zitten. Ja, we hebben totaal niet op gelet. 20 minuten. Hoeveel? Ik heb 2 broodjes. Het is nu nog... Even kijken hoor. Het is nu nog... Die klok loopt... 4 minuten. Oké, we gaan naar boven toe. Heb je het juist weggehaald? Vincent, ik ga naar boven toe heel snel. Geef die iron maar aan mij. Wat ik nu heel snel ga doen, is ik ga mijn blok omhoog...
bouwen. Dat kan jij hier ook heel mooi doen. Dus als jij die andere erbij pakt, die andere lijn die hiernaast zit. En ja. Bouw omhoog. Maar alles is al uit de furnace. Alles is al uit de furnace. Kom omhoog. Oh, dat heb je snel gedaan. Ja, shift klikken. Nice. En dan snel omhoog. En wat jij als allereerst gaat doen, jij gaat nu, als je boven bent, weer hout verzamelen, oké? Ja, is prima. Dat is het eerste wat je gaat doen. Je gaat iets van een paar blokjes. Het is niet veel, pak maar 5 of 6. 6 blokjes moet genoeg zijn. Neem een crafting table even mee, hè? Ja, dat is echt totaal niet nodig. Dat is echt verspeelde moeite nu. We gaan nu eten maken, heel belangrijk. Essen. Dan loop je ook al wat kippen rond, wat mooi is, want die kunnen we dus ook gaan koken. Dus als je snel bent... Zielig. Ja, wat zielig. Klik erop met je zielig. Jij bent zielig, verdomme. Oh. Hey. Ik help je goed. Sst. Oh shit. We gaan zonder jou had ik die ravine niet gevonden, dus dat is wel weer een, ja, toch? Een pluspuntje aan je. Oh, gelukkig. Ja, het is maar 1 pluspuntje, niet te hard van stapel lopen. Het komt misschien dadelijk nog wel. Ja, oké. Nou, laten we het hopen. Zeg nooit nooit. Ja, je was wel een van de laatste spelers in de laatste walls, dus dat... Ik heb zojuist secured een setje full iron. En ik denk dat ik gewoon puur mijn zwaard ga enchanten. Maar ik kan ook al mijn wapens en level 1 enchanten. Hoe snel komen dan? Kunnen we die food even gaan fixen nu? Heb je nog een zwaard nodig of heb je die al? Ik heb? Ja. Ik heb niks. Ik heb geen zwaard. Ja, ik heb hier nog wat iron. Ik weet niet of jij nog iron hebt? Ik heb zat iron, joh. Ik heb nog 4 iron nu. Daar kan ik dus een Waar kom ik ook weer vandaan? Ik kan een head maken nu, denk ik. Ja, toch? Ik ben in deze grot beland omdat ik viel ergens. Dan denk ik uit het dak. Ik heb geen idee waar vandaan. Kut, ik heb net... Bardo, hoe ga je weg? Ik heb 1 iron te weinig. Heb jij nog 1 iron? Ik heb zat iron, zei je toch? Ja, voor jezelf neem ik aan. Nee, ik heb nu nog 13 iron ingots en ik heb al een setje full. Oh, kut, ik ga dood. Wat doe je? Nee! No, 1 hartje, woe, yay. Fucking hell, Yuri. Ik heb ook nog health potions bij me. Je moet mij niet met flint en steel laten omgaan, dat gaat niet zo goed. Ik zit alles in de fik, maar alles fikt mij weer dood. Dan moet ik... Ik wacht even iets op de iron, totdat... Nee! Ik... Goed bezig. Sorry, ik dacht ik dood ging, maar ik bleef. Ben je nou boven, Bardo, of niet? Nee, ik ben nu mijn iron aan het verzamelen, als mijn lood. Ja, ik heb 21 iron bij me, joh. Oh, komt hij nu mee? Ja, ik zat er net dat ik heel veel iron heb. Ja, ik heb al de hele tijd gezegd. Oké. Volgens mij iron die over hebt. Hier, 21 stuks. Ik ga eventjes gauw naar de enchantment table. Wat shit enchanten? Maar het lijkt me de tofste als we ons gewoon ingraven en op shift drukken en dan wachten tot Jojo naar ons toe komt. En dan Nine is Anus. Ja, ik vind prima, anders verliezen we toch wel. Zijn er level 1 enchants? Ja, die bestaan. Unbreaking, dankjewel. Had ik net nodig. Hoeveel dingen heb jij nu? Alles vol nu. Alle. Oké, mooi. Oké, dus wat we nu gaan doen is ik ga deze iron ga ik, alles wat hierin zit. Ik ga dispersen, ik ga ermee weggooien, want... Ik ga die kip nog even delen hier. Ja, is goed. Ja, maar dat is eigenlijk niet nodig, want we kunnen dat niet meer omkoken. Dus ik gooi nu alles weg, zodat hun niks hebben. Dit is een tactiek. Een beetje hetzelfde als de Russen deden, weet je nog? Eerste Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog, hè? Volgens mij wel. Even snel doen. Dit was een tactiek in de Eerste Wereldoorlog, waarvan de Russen ervoor zorgden dat... Ja, hoe noem je het? Dat de aanvallende tegenpartij geen resources meer had toen ze hun land binnenkwamen dringen. Item erin gooien! Ja, maar ik heb geen zwaard. Waarom heb je geen zwaard? Make me a sword, please! Make me a sword! Maak al zwaard, joh. Oh, dan zou ik nou nog een zwaard maken. We hebben nog 1 minuut, denk ik. Hier. Ik ga eerst even in de enchantment table. Precies. Oké, ik gooi het zwaard erin. Oh, ik heb nog geen level 1. Verdomme, ik heb nog geen level. Ik heb net een potion. Ik heb sharpness. Is het goed? Ja, dat is goed. Dan doe je meer damage. Dat is fijn. Maar ik heb ook even een level nodig. Hebben die koe al doodgemaakt? Ik denk het wel. Bardo, heb jij koe doodgemaakt? Nee, niemand. Maar er hoort nog een koe te zijn in dit Ik heb wel nog wat brood. En als jij bonen hebt, dan kunnen we even wat extra brood. Kun je dus nodig hebben? Ah, man, fuck it. Mijn plan lukt niet echt. Ik heb de meeste spullen, bro, dus... Oh, voor mij zit al een gat in de muur. Ik zie Vincent een iets doen. Schiet op. Ik zie je niet. Het gaat naar beneden. Ik zie je niet, Jordi, waar ben je? Echt waar? En de muren vallen nu. Verdomme, nu. Serieus? Jordi, ik zie je achter. Oké, ik in het midden. In het midden blijven staan. Ja? En dat midden zo goed mogelijk beschermen. Hier in het midden zit ergens een kist. Kan je die kist vinden? Zoek die kist. Ja, waar is goed. In het midden van ons plot, hè? Nee. In het midden van die wegen. Ja, daar zit een kist. Ja, klopt. Oh, kut, die zit hier. Ik ga hem opblazen.
splash potion. Ik heb flint. Wacht, nee, wacht. Ik moet hem opblazen. Wat heb je gepakt, Bardo? Wat heb je gepakt? Ik ben bij. Ik wou flint en steel. Ik wou alles in de fik zetten. Dat is mijn beste tactiek. Waarom zit er nog een gat in de muur? Oh! Oh, dat ben jij. Ik dacht al. We hebben geen boos, jongen. Het gaat fout. Oh, ik sta in de fik. Ik sta in de fik. Nee! Nee, ik ben dood. Doe wat? Waarom? Kom op, pak eens je spullen. Stel, pak eens je spullen. Waar zijn ze? Kan je ze zien? Kan je ze zien, Vincent? Nee, ik zie ze nog niet. Waar zijn ze? Zijn ze ondergrond? Ik heb zo het gevoel dat ze ondergrond zitten namelijk. Oké, ik blaas... Weg, weg. Oh, kut! Ik word aangevallen door Rick! Hij is TNT aan het aansteken. Die PvP die man er flink uit. Help me, Vincent, help me. Heb je hem? Ja, nee. Let's go! Hij gebruikt Vincent als afleiding momenteel. Ik ga alles in de fik! Ik heb hem, ik kom je helpen. Ja, ja, ja! Ze zijn allebei half dood, sla ze! Fuck die shit. Waf, ik kom hier naartoe. Oké, dat heeft geen ene zak. Jawel, hij heeft wel een ene zak uitgehaald, wacht even. Maak me trots. Hij zit achter ons, of naast ons, waar ben jij? Oké, ja, ik moet eigenlijk een arrow hebben. Dit heeft infinity, hè? Ja, geen infinity heeft deze, fuck. Dus ik heb hier alsnog geen zak aan. Zaten er geen arrows bij? Jordi was half dood, toen sprong Vincent op me. Dat hebben wij niet. Waarom is Rick dood? Omdat fucking Jordi... Ik had Jordi bijna dood, toen sprong Vincent ervoor. En Jordi stond erbij. Kom op, Jordi. Ik doe Jordi. Hij zit achter me aan, die Defiance. Ben je zojuist langs die paarden gelopen? Hij komt naar me toe. Ja, nee, dat ja, ben ik, Anus. Achter je zit hij. Oh, daar. Kut, ik ben erachter gevallen. Achter. Ja, oh wacht. Hij heeft me de fik. Oké, maakt niet uit. Bardo is de enige die nog leeft. Ah, nee! Ik ben dood. Hoe? Wat heb je gedaan, Vincent? Ja, ze vielen me alle twee aan, man. Ze waren helemaal niet dood. Ik kreeg ja, omdat er ook weer wat tijd tussen zat. Weet ik veel. Ik ben nu ook nog allemaal potions. Heb ik helemaal niet gebruikt, joh. Splash potion. Welke? En ik heb nog swiftness. Oké, ik moet alleen Bardo nog vinden. Dus let's go. Oké, cool. Blijven we bij elkaar? Ik sta achter je. Zo. Ik had eigenlijk wel verwacht dat Bardo het minst lang zou leven, maar... Ja, maar die valt ook niet aan. Die zit waarschijnlijk verscholen ergens onder de grond. Nee, zo'n gevoel heb ik dus ook, dat hij loopt te schuilen. Bardo, geef het op. Je ging dood door vuur. Alweer. Wanneer ging ik dood door vuur? Nou. Oké, ik weet niet wat er gaande is hier, maar... Ga mijn leven. Of, nee, Dervins heeft hem gedood. Ja, maar Dervins was dood. Ja. Kan dat nou? Wacht, wat? Was Bardo al dood? Nu, ik ben echt heel kut. Je ligt bij deze uit Banyotown. De video's waren ook al vetmatig en zo. Stop maar. Het heeft geen zin meer. Zo hoeft het niet van mij. Homo. Ik zou momenteel echt niet weten wat er allemaal is gebeurd, maar... Bardo is dood en... Volgens mij hebben ze een beetje gemeen gespeeld, hè, Jordi? Volgens mij ook. Dit is zeg maar niet normaal. Dit is niet normaal spelen, maar oké. Revenge. Daarom zijn Bardo rematch. Hij was gewoon al dood. Waarschijnlijk wel. Ah, dat verklaart een hoop. Oké, dus vonden jullie het weer leuker dan een groen duimpje? Willen jullie mee op, die zien de volgende keer. En Gaan we weer winnen. Ja, gaan we weer winnen. Doei! Doei! Bye!